dat zou niet leuk zijn. De opstelling van het voorontwerp van nummer 1, Matthijs Kruijs. Nummer 2, Boyd van Steen. Nummer 3, Evert van der Laan de Vries. Nummer 4, Tim Spreeuw. Nummer 5, Olle Rottensen. Nummer 6, Lars Berg. Nummer 7, Tuvo Smits. Nummer 8, Tom Noordermeer. Nummer 9, Rick Brabander. How do you speak? Bono. Oh, zo, nu dan. Goeie oplossing. Oh. Ik ook, anders kom ik niet. Hij ook niet. Doet hij maar alleen. Naam moeten doen. Goeie actie, goed goal van Rick. Ja, Hier zijn de laatste, de rechter weer.
Frank Bloemheuvel, trainer van Voorholte. Ja, een overwinning, heerlijk. Dat smaakt lekker, lijkt me. Ja, dat is wel, moet ik zeggen, loon naar werken voor die jongens. We hebben natuurlijk de afgelopen weken was het veldspel. Er was niet zo heel veel op aan te merken, alleen we geven te makkelijk gaven we de goals weg. En nu waren we een stuk degelijker achterin. En gezien onze kwaliteiten, kansen creëren we altijd wel. En ja, als je dan de nul houdt en je maakt 2 goals of 3 goals, ja, dat betekent dat een overwinning. Dat is heel simpel. Ja, ja en je hebt natuurlijk een jonge ploeg, dat is bekend. Ja, en dan komt er zomaar een speler uit Den Haag aanwaaien. Daar moet je wel heel blij mee zijn, lijkt me. Ja, dat hadden we natuurlijk al gauw gezien, hè? Dat hij voegt wel iets toe aan ons elftal. Qua coaching en gewoon verdedigend. En hij maakt vandaag dan de derde. Dat was de bevrijdende. Dus super, we zijn super blij met hem. Goed gedaan. Heel goed. Op naar volgende week eigenlijk. Hoe ga je komende week aanvliegen weer met deze groep? Die voorbereiding die begint vanavond al. Dus hoe we dat gaan aanvliegen, we gaan gewoon weer hard trainen en ons voorbereiden op Esto volgende week. En dit geeft vertrouwen, hoewel ik moet zeggen dat de voorgaande wedstrijden die gaven ook genoeg aanknopingspunten om op voor te borduren. En op deze manier gaan we gewoon door. Maar dit is wel lekker voor iedereen en loon naar werken. Heel goed, dankjewel Frank en geniet van je succes. Gaan we doen, dankjewel Patrick.